zich veilig in Breda? Ja. Dus Breda is een veilige stad? Ik vind het van wel, ja. En waardoor komt dat? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan hier gewoon vrij rondlopen. Ook s'avonds in het donker door de rust of op de fiets. Ik voel me hier geen moment onveilig of dat ik niet in de stad in durf te gaan. Die zijn de mensen nogal gemoedelijk. Niet zo'n kort lontje als in de Randstad. Ik loop altijd naar huis van stappen en dan ja, niks aan het handje eigenlijk. Voelt u zich ook veilig bij u in de wijk? Ja, zeer zeker. Ja. Zeer zeker. En daar letten mensen gewoon op elkaar en die zijn er altijd voor elkaar. Dus. Ja. En ook bij u in de wijk is het veilig? Niet altijd. Er wordt best veel ingebroken. Hoe urgent is het onderwerp veiligheid in de Raad? Veiligheid is iets wat we bespreken in de volle breedte. Hè. Dus het gaat over feitelijke veiligheid, over gevoelsveiligheid. Hè. Misschien komen we daar later ook nog wel op. Criminaliteit draagt natuurlijk bij aan die veiligheid. Kijk, op het moment dat er bij mij thuis wordt ingebroken, dan is dat een criminaliteitscijfer. Maar het heeft ook effect op mijn veiligheidsgevoel. Ja. Wat zijn de lokale mogelijkheden om ongeorganiseerde misdaad aan te pakken in de stad? Nou, als het gaat om de ongeorganiseerde misdaad, zeg maar, dan denk ik dat we met z'n allen in een stad alert moeten zijn. Buurtpreventie is zo'n actie die opgezet is in de stad, die goed werkt. Waarbij je ziet dat straten, de bewoners zelf alert zijn. Hè. Dan gaat het vaak om auto-inbraken, dan gaat het om fietsendiefstallen, dan gaat het om inbraken in schuurtjes. Ja. Kijk, kan je ze echt voorkomen? Dat is natuurlijk lastig. Hè? Met de georganiseerde criminaliteit kan je echt hele plannen maken. Hè. Dat doen we ook. Maar als het gaat om ongeorganiseerde criminaliteit, ja, dan zijn dat natuurlijk kleine delicten waar ik als persoon of als inwoner van Breda enorm veel last van heb. Ja, even over de buurtpreventie. Je hebt het aan de lijve, ondervind je het nu? Ja. En hoe werkt dat? Hoe voelt het? Laat ik het zo vragen. Ik vind het een fantastisch project. Ter introductie, we hebben dat 3 weken geleden in een deel van onze straat gedaan. Hè. Ik woon in de Bavelsalaan, dus in een deel hebben we dat opgezet. Officiële buurtpreventie, dus we hebben een app. We krijgen alle gegevens uit de buurt van de politie. Van hey, waar is nou wat gebeurd, op welk moment. Dat wordt ook met elkaar gedeeld. En die app die werkt heel erg goed. Je ziet dus dat op het moment dat er iets in de straat gebeurt waarvan iemand denkt dat het verdacht is. Dan is natuurlijk het eerste wat je moet doen is 112 bellen. Hè, dus eerst de officiële instanties inschakelen. Maar daarna wordt de wijk geïnformeerd. Laatst hadden we iemand hè, die liep met een zaklamp door onze straat. En die liep gewoon te schijnen bij huizen naar binnen. Ja. De conclusie was uiteindelijk dat het ging om een verwarde man. Hè, een zwerver met een zaklamp die verder geen kwaad in zich had, dus geen inbraak wilde plegen of zo. Maar je ziet dat zo'n app dan heel snel meerdere mensen in de straat inschakelt, zodat we die man gewoon vanuit ons eigen huis in de gaten kunnen houden. En op zo'n moment ook kunnen wachten op de officiële instantie, in dit geval de politie, die daar gewoon bij kwam. Ja. Maar mag je ingrijpen? Nee, volgens mij moet je nooit zelf als rechter gaan spelen. Stadsmariniers, ja? Hoe zit het daar nu mee? Volgens mij goed. Hè. De stadsmariniers functioneren. Die mensen zijn ook echt bedoeld om buiten op straat dingen te constateren. In de wijk te zijn, de problemen te zien, de hangjeugd aan te pakken. De criminaliteit te signaleren. En op het moment dat ze dat gedaan hebben, dan hebben ze een eigen budget. En een directe gang van de straat, rechtstreeks naar een burgemeester. En die zegt, luister, dit is het probleem, dit is de oplossing, gaan we het doen. Wat kun je als inwoner van Breda zelf doen om criminaliteit tegen te gaan? Of laat ik me zo zeggen, om je veiliger te voelen? Ja, dat zijn inderdaad wel 2 verschillende dingen. Want ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld de veiligheidsmonitor 2016, hè, dat zijn de cijfers over 2015. Daar wordt aangegeven dat het aantal woninginbraken met 20% gedaald is. Dat is een feitelijk cijfer. Dus dat is een goede constatering. Neemt niet weg dat van de ondervraagden een hele hoop mensen het gevoel hebben dat het gestegen is en altijd bij hun in de wijk is. Een mooi voorbeeld is de tunneltjes in de Haagse Beemden. Waar de feitelijkheid is dat er gebeurt wel eens wat, maar echt niet heel erg veel. Terwijl als ik daar doorheen fiets en de lamp is kapot, ja, dan voel ik me daar niet veilig. En dat zijn dingen waar we ook gewoon aandacht aan moeten besteden. En goed, dat we gewoon zorgen dat die lamp diezelfde dag nog gemaakt wordt, waardoor je iets veiliger voelt als je door die tunnel fietst. Dat is dus veiligheid. Echt grote georganiseerde criminaliteit moet, voel al aan, dat moeten we niet zelf oppakken, maar nee, dat moeten we aan de officiële instanties overlaten. Ja, absoluut.
Het is ook een vorm van criminaliteit waar we als inwoners natuurlijk wat minder last van hebben. He, als het gaat om bijvoorbeeld criminelen die vastgoedtransacties doen. Ja, daar heb ik wat minder last van dan degene die mijn fiets had. He, daar heb ik echt last van. Als het gaat om een drugslaboratorium in het buitengebied. Laten we vooropstellen dat dat niet hoort en dat we daarop in moeten grijpen. Maar daar heb ik natuurlijk, als ik in de Hoge Vught woon of in Breda-Zuid, dan heb ik daar geen last van. Als het in je keldertje van je flat is. Absoluut. Nee, maar daar zie je dus zeg maar, dat het elkaar wel gaat raken op het moment dat het gaat om een wietplantage die op een zolder zit. Ja. Want dat kan namelijk wel de zolder naast mijn huis zijn. Ja, daar moeten we natuurlijk keihard tegen optreden. Wij houden van een veilige binnenstad. Mijn moeder is 80, die woont hier ook in de buurt. Dus wij letten op onze eigen buurt. Wij zijn de oren van de buurt. Er staan camera's. Als je door het park loopt, loopt er altijd zo'n wachtdienst rond in gele jekken. Nee, ik vind het prima zo. De beste veilige stad die er is, ja. Ja? Ja, ja, zeker. En waarom? Wat maakt het zo veilig? Nou ja, omdat er politie is, denk ik. Ik zie vaak politie rondlopen, dus... Dat geeft je een veilig gevoel? Ja, op zich wel. Ja, ik woon op een appartement, het is allemaal goed afgesloten, dus allemaal prima. Ja. Ook geen gekke dingen meegemaakt zelf, dus dat scheelt denk ik ook wel. De drugsoverlast op de Bosstraat mogen ze ook zeker wat aan doen. Ja, want ondanks dat die coffeeshops niet dicht zijn, lopen er nog steeds altijd een paar jongens te dealen. Dat de politie meeluistert. Het zijn al maanden dezelfde weer. Ik spreek met burgemeester De Plauw over de ondermijnende misdaad en hoe groot dat is in Breda. Want is er georganiseerde misdaad in Breda? Ja, het is een groot probleem in heel Nederland, zeker in Brabant en dus ook in Breda. En dat is eigenlijk de criminaliteit waarmee mensen met illegale activiteiten gewoon veel geld verdienen. En dat geld weer gebruiken om bijvoorbeeld vastgoedposities te verwerven, grote villa's te kopen of... geld wit te wassen en soms ook in staat zijn hun invloed te vergroten. Maar dus als je zou zeggen, een gemiddelde hennepkwekerij in de stad, hoeveel mensen hangen daar dus in die keten omheen? Ja, heel veel mensen, want je moet op een gegeven moment, in die keten zie je steeds meer, net zoals bij een echt bedrijfsproces, zie je steeds meer schakels tussen. Je moet in feite eigenlijk naar de georganiseerde criminaliteit kijken als zijnde, het is een georganiseerde bedrijfstak. Nou, maar ik zit even hoe dichtbij is het. Dus bijvoorbeeld mijn elektricien die zou ook kunnen hebben geholpen bij het aanleggen van een hennepkwekerij. Je moet even, het is de bekende uitspraak van Johan Cruijff. Als je het begrijpt, zie je het. En als je het ziet, begrijp je het. Nou, niet altijd. Nee, het is vooral als je het begrijpt, dan zie je het. We kwamen tot de conclusie dat er in steden als Tilburg en Breda wel heel erg veel autoverhuurbedrijven waren. En toen ging eigenlijk het kwartje vallen. Hey, die autoverhuur, die heb je nodig om het transport van de hennep op een slimme manier te organiseren. Want als je dan zo'n autootje pakt, dan blijf je als gebruiker van die auto vaak buiten beeld. Want je hebt contant afgerekend, je bent onzichtbaar, je blijft onder de radar. Hey, dat is niet raar dat er dus heel veel autoverhuurbedrijven zijn, want die zijn eigenlijk een vitale schakel, zoals we dat noemen, in het proces van de georganiseerde criminaliteit. En dan moet je ervoor zorgen dat je afspraken maakt met de autoverhuurbedrijven, met de BOVAG, zou je kunnen zeggen, om te zorgen, jongens, niet met een of ander, om nou te voorkomen dat je iedereen op één hoop gooit en duidelijk maakt dat kaf en koren van elkaar gescheiden wordt. Hoe kunnen jullie ons helpen om ervoor te zorgen dat de rotte appels, want er zijn helaas rotte appels in uw mand van autoverhuurbedrijven, dat we gezamenlijk die rotte appels eruit kunnen halen. Hetzelfde geldt bij de elektriciens, want heel eerlijk, de hennepplantages, daar moet je echt wel behoorlijk... Een studie hebben gedaan. Om ervoor te zorgen dat je dat veilig op het netwerk kunt aftappen en aftakken, et cetera. We zien het bijvoorbeeld ook natuurlijk in de discussie over de synthetische drugs. Ja, het pillen draaien, zoals dat heet, de laboranten, de koks van de synthetische drugs. Ja, jij en ik kunnen dat niet. Dus jullie zijn gericht, ik kom daar nog op die taskboard, maar jullie zijn gericht op het weghalen van schakels. Vitaal schakels, ja. Maar zit je dan niet in een red race? Ik bedoel, altijd. Verzinnen ze weer iets nieuws. Dus moet je als overheid ook steeds in staat zijn om snel te kunnen schakelen. En dat betekent dat je elke keer weer in staat moet zijn om die vitale schakels, en dan ontstaan elke keer weer nieuwe vitale schakels, in het proces aan te pakken.
Even een voorbeeld, de growshops, daar wisten we van dat het materiaal wat daar werd verkocht voor een groot gedeelte gebruikt werd voor de illegale hennepplantages. Ja, dus hebben we heel actief die growshops aangepakt. Ja, nu gaan die georganiseerde criminelen dus op zoek naar andere plekken waar ze die spullen kunnen kopen, waarmee ze die illegale hennepplantages kunnen opzetten. Ja, dus hebben we op dit moment ook al een keer een gesprek gevoerd met bijvoorbeeld de bouwmarkten in Breda. Omdat als je als bouwmarkt ineens midden in de winter iemand, laat ik zeggen, 60 vierkante meter isolatiemateriaal koopt voor een binnenzwembad, ja, of voor een zwembad, dan weet je één ding zeker. Dat is niet voor een zwembad. Dat is niet voor een zwembad. Ja. En dus hoe alert ben je, hoe bewust ben je van het feit dat je dan als bouwmarkt eigenlijk levert aan de georganiseerde criminelen. Dan kun je zeggen, ja jongens, maakt me niet uit, geld is geld en ik verdien geld aan die georganiseerde criminelen. Of ik verdien geld aan jou, maakt mij niet uit, ze kopen toch een eerlijk product. Ja, dat klopt. Maar georganiseerde criminelen hebben soms de gewoonte om eerst vriendelijk binnen te komen. En na verloop van tijd toch ook wel iets minder anders, vriendelijk. Minder vriendelijk en minder dwingend, minder vrijblijvend te acteren. Is de overheid goed toegerust? Is de stad goed toegerust om ze tegen te gaan? Ik denk dat we, met zoiets als de taskforce, we goed in staat zijn om ook de samenwerking tussen de verschillende onderdelen van de overheid te versterken. Waardoor we op een gegeven moment veel sneller in staat zijn om op te treden. In de veronderstelling dat in het ondermijnen of het aanpakken en het frustreren van die vitale schakels, je gebruik kunt maken van verschillende instrumenten. Soms is het strafrecht heel handig, dan kun je namelijk op een gegeven moment iemand oppakken en een aantal jaar achter de cel, in de cel zetten. Maar soms is het veel effectiever om bijvoorbeeld het geld wat mee verdiend is in de georganiseerde criminaliteit, om dat af te pakken. En dan heb je bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Field nodig om het te kunnen afpakken. En een derde keer is het weer heel handig dat de overheid voorkomt dat er ergens een vergunning wordt verstrekt om een bepaalde activiteit mogelijk te maken. Kan er een pand worden gesloten voor een x aantal maanden of voor een jaar, om ervoor te zorgen dat dat pand wat gebruikt wordt als, eigenlijk zou je kunnen zeggen, de locatie, de werklocatie van de georganiseerde criminaliteit, om dat eigenlijk uit het systeem te halen. Wat kan een burgemeester nog meer doen om de georganiseerde criminaliteit tegen te gaan? In die taskforce wordt een en ander gedaan, maar bijvoorbeeld hier ook in de gemeente, de alertheid even. Wat wordt hier eigenlijk voor vergunning aangevraagd? En wacht even, hier zien we ineens wel heel erg veel mensen op één en hetzelfde adres ingeschreven staan. Of ingeschreven. Wat is er eigenlijk aan de hand? Maakt u zich zorgen? Nou, waar ik me vooral zorgen over maak, is het feit van hoe soms de posities die de georganiseerde criminaliteit aan het innemen is in de samenleving, daar maak ik me wel soms zorgen over. En dan heeft het ook te maken met de invloed die men wil uitoefenen soms op het openbaar bestuur. Ik bedoel, niet voor niks is het ook zo belangrijk dat we op weg naar nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in alle Brabantse gemeenten goed aandacht besteden aan hoe worden die kandidatenlijsten vastgesteld en hoe is dit met de integriteit van onze wethouderskandidaten. Maar nog veel belangrijker, hoe zorgen we ervoor dat we ze weerbaar houden tegen de invloeden van de georganiseerde criminelen. Want die georganiseerde criminaliteit, is nooit, het is een soort verleidingsstrategie, zou je kunnen zeggen. Het is een soort loverboys mentaliteit die men probeert te hanteren, ook richting gemeenten. En ook richting bestuurders. Maar dank u wel. We kunnen rustig slapen, toch wel? Ja, u kunt zo rustig slapen. Nee. Ook daarvoor geldt bijna eigenlijk hetzelfde, vind ik, als waar het gaat over terrorisme. Je moet er bewust van zijn, je moet alert zijn. Maar je niet je leven laten bepalen. Alleen één ding, ben niet naïef. En het belangrijkste ook, romantiseer sommige uitingsvormen van de georganiseerde criminaliteit. Zoals de foute motorclubs. Zoals ook datgene wat er op sommige plekken gebeurt op het gebied van vastgoed en vastgoedfraude, et cetera. Romantiseer dat niet, want het zijn echt meedogenloze criminelen die uiteindelijk, het enige wat er om hen te doen is om hun imperium verder uit te brengen. En dat gaat ten koste van u en mij.